maar toch, het geeft het denken. De enige clean sweep van alle categorieën. Rusland 1, 2 en 3 bij de paren. En ja, van tevoren was dat eigenlijk ook wel de verwachting. De enige die daar echt iets aan konden doen waren Stefania Berton en Ondrej Hotarek. Die kwamen precies 6 punten tekort. En ik denk ook dat de drie paren die we hier in Boedapest hebben gezien, dat dat ook de drie paren gaan worden die het in Sochi mogen doen. Want Rusland 3 startbewijzen in deze categorie. En daar moet minimaal 1 medaille gaan komen. En niks minder dan goud, daar doen ze het in Sochi voor. Vera Bazarova en Yuri Larionov, derde bij het paarrijden hier in Boedapest. En wat zoals Ivo al zei, een clean sweep dit jaar voor de Russen in het paarrijden. Dat kwam natuurlijk onder andere door de afwezigheid van Savchenko Zolkowy. Tenminste, ze waren er wel. Ze hebben de korte kuur eigenlijk goed geschaatst. En ze hadden het toernooi echt gebruikt, wilden ze gebruiken als voorbereiding op Sochi. Nieuwe kostuums voor Robin Zolkowy en nog even de tandjes fijn slijpen voor de kuren. Zou hij gewoon maar kunnen winnen ook? Ja, absoluut. Maar Aljona was al een beetje ziek toen ze aan de korte kuur begon. En werd zieker naarmate het toernooi vorderde. Ze moesten zich vanmorgen helaas